Die zorg is ernstig. In die zin, zowel varkenshouders als dierenartsen zijn continu bezig met preventie van ziektes. En ja, dit is ook een wezenlijk onderdeel van preventie. En wij vonden dat er tekort geschoten werd op dit gebied. Hoezo wordt het tekort geschoten? Het staat op sites, maar het komt niet onder de aandacht. Dus en snelheid is wel geboden nu, omdat het zo dichtbij zit. Hoezo zit het dichtbij? Zoals u weet zijn er in België 19 wilde varkens gevonden die gestorven zijn aan de ziekte. Het zat in het Oostblok, maar nu heeft het toch een flinke sprong gemaakt. Dus, we weten met z'n allen dat via vleeswaarden het zo kan overgebracht worden. Vooral menselijk toedoen zorgt voor de verspreiding. Heeft dat jullie verrast dat het ineens in België opdook? Ja, eigenlijk wel. Er waren, op zich waren er wetenschappers die zeggen het gevaar is dat het zich met 120 km per uur kan verplaatsen. Dat bedoelt die professor op de mens. Maar dat hebben we dan ook gezien, dat zo snel plotseling van de ene hoek naar de andere kant van Europa opduikt. En wat zegt u nu hier tegen de mensen op de parkeerplaats? Want u hangt hier de flyers op, maar u deelt ze ook uit. Wat zegt u tegen chauffeurs bijvoorbeeld die internationaal rijden? Nou, vooral de boodschap is let op met vleeswaren die u meeneemt van uw eigen land. Deponeer die in prullenbakken en zodanig dat ze niet... dat er geen contact is van die vleeswaren met de wilde zwijnen. Want daar is toch wel een risico dat die dit oppikken en zo Afrikaanse varkenspest in ons land binnenkomt. Nu doet er natuurlijk alles aan om het te voorkomen, maar hoe realistisch is het dat je het ook echt kunt voorkomen dat het hierheen komt? Zeggen jullie van nou, met de juiste maatregelen kun je het echt wel tegenhouden? Of zeggen jullie ja, misschien is het ook een kwestie van tijd voordat het gewoon hier weer opduikt? Goeie vraag. Ik denk dat we alles op alles moeten zetten om het tegen te houden, maar ik kan er ook geen zekerheid in geven. Dus we hoeven geen paniek te zijn, we moeten wel echt alert zijn erop, vind ik.